Push! Come on! Oh, please, laat me dit niet overnieuw doen. Oh, hij staat heel erg in de fik nu. Yo mensen, mijn naam is Damien en welkom terug bij weer een gloednieuwe Shadow of Mordor episode van XNL. Jongens, ik zeg alvast, als jullie tijdens deze episode vuurwerk horen, dan is dat waarschijnlijk bij mij. Want voor jullie is het nu al 1 januari, voor mij is het nu nog 31 december. En echt, in mijn buurt, jongen, er wordt zoveel afgestoken. Ik vind het helemaal niet erg, ik heb niks tegen vuurwerk. Maar als je dus een knal hoort, dan is het waarschijnlijk niet de game, dan is het bij mij. Anyway, jongens, vandaag hoop ik ook dat wij een goed begin van 2016 kunnen krijgen. Want ik ga vandaag proberen de laatste Warchief, de laatste die ik moet te killen. Dat is deze dude. Boogaboog the Biter. De vorige keer had ik die missie al gestart, maar toen had ik de game weer afgesloten. En dat betekent dat je er weer heen moet lopen. Tenminste, je spant altijd opeens zo'n toren weer. Dus we lopen er weer even heen. Even kijken of ik erheen kan fast travel heel snel. Het is hier. Ik ben nu daar. Nee, er staat geen toren daar in de buurt. Of nou ja, deze staat in de buurt, dit is de dichtste bij. Dus dan gaan we dat gewoon doen. Jongens, ik ben benieuwd. Ik heb een beetje vertrouwen in. Maar we zien wel. Trouwens jongens, ik had laatst dus gezegd dat ik een LAN party had gehad. En op die LAN party heb ik de game Rise Son of Rome heb ik daar uitgespeeld. Ik had dat ook ooit als serie gedaan op mijn kanaal. Volgens mij 3 of 4 episodes. Toen crashte de game en was mijn save file helemaal weg. Dus moest ik overnieuw beginnen en daar had ik toen geen zin in. Maar dude, echt, het spijt me voor Shadow of Mordor en het spijt me voor Skyrim. Maar Rise Son of Rome is serieus nu mijn nieuwe favoriete game. Hunt the hunters to draw out their master. Ik meen het. Als je een game wil spelen die echt een epic storyline heeft en epic gevechten, Rise Son of Rome, koop het. Speel het. Het is echt sick. Ik kan het nog als serie gaan doen, maar het wordt een beetje vaag omdat ik al 3 episodes van heb gedaan. Ik zie wel. Het is echt een echt ongelooflijk vette game. Wat moest ik doen? Oh, ik moet hunters killen. Oké. Okay. Ik zat niet op te letten, ja. Ik moest jullie het even laten weten. Hunters, where you at, bruh? Oké, daar zitten ze. No problem. We moeten ze gewoon killen. Dus we hoeven ze niet te stealth killen. We hoeven ze niet te laten exploderen. Gewoon killen. Dus het zou heel makkelijk kunnen zijn als ik nu niet gezien word. Oh, wat doe ik? Oké, even wegrennen hoor. Woep. En dan gaan we over hier. Dat lijkt me de betere kant. There we go. Oké. Okay. Waar zit hij? Waar zit hij? Oh, wie loopt daar dan? Oké, daar loopt een captain tussen met 14 power. Oké, laten we hem vooral niet. Oh my god, dat is. Oké, die moeten. Oké, ik hou hem in de gaten, hij staat daar. Ik wil niet dat hij echt hem aankomt. Dan hebben we echt serieus een probleem. Oké, deze duur moeten we hebben. There we go. Oh, je staat vlak naast die captain. Ik moet echt niet gezien worden. Doe ik. Waarom loop ik hier ook zo? Ik totaal niet veilig. Oké, hier staat één man. Ik kan deze wel. Oké, wacht. Ik kill hem wel gewoon. Get out of here. Oh, er staat er nog één achter. Oh, nee. Dan kunnen ze dat lijk vinden. Oh, shit. Ik ben niet goed bezig. Oh, die captain komt eraan, of niet? Waarom loopt hij ineens beneden? Ik vertrouw het niet. Oké, we gaan gewoon door. Oh, nee. Je ziet me niet. Je ziet me niet. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Waar? Oh my god. Is dat een captain? Is dat een captain die. Wacht. Oké, het is geen captain. Jesus Christ. Kijk hoe die eruit ziet. Het zou zo'n captain kunnen zijn. Waar is die volgende dan? Daar beneden. Daar. Oh, daar zit er een. Heb ik die net gekilled? Of is hij weer gerespawned? Ik word overal gezien, jongens. Oh, pas nou op, Damien. Stealth kill, stealth kill. Got him. Oké. Oké, hier loopt een, hier loopt een. Huh! Yes! Oké. Jongens. Ren! Ren! Go. Oké, we gaan hier zitten. Waar is de volgende? Oh, die captain. Oh, die captain, jongens. Die captain is sterker dan de Warchief die ik moet killen. De Warchief heeft volgens mij 12 power. En die captain heeft 14. Doe normaal. Oké, daar staat er weer een. Hij staat er weer! Toch daar. Nee, niet hij. Of wel hij. Oh, hij wel. Oh, kijk, daar is hij weer. Yo, deze dude respawn steeds of zo. Oh, waarom schoot ik niet? Oh my god, hij klimt eraf. Oh my god, Damien. Yes, got him. Heb ik nog 11 shots? Ja, oké, nice. Nog 2. Ik kan gewoon weer wachten tot hij respawn, denk ik. Oh, daar komt de captain aan. Jongens, hou hem alsjeblieft in de gaten. Als hij me ziet, dan kan ik het wel vergeten.
Maar ook straks als de Warchief komt, dan moet ik ook zorgen dat die captain me niet ziet. Oh god. Oké. Okay. Moet te doen zijn. Hier, daar staat hij weer. Hij is weer gerespawned. Super handig dit. Joe. En ik heb nog steeds 11 shots. Oh ja, natuurlijk omdat ik die dingen geüpgrade heb. Dat is fucking nice. We gaan weer wachten tot het weer respawnt. Ik kan ook dit vuurtje laten exploderen, maar... Oké, ik doe het. Nee. Hoeveel 11 shots heb ik nog? Ik kan het nergens zien. Ik ga het maar niet doen. Ik bedoel, het is handig, maar ik hoef die mensen daar toch niet echt te killen. Dus... I don't care. Oké, hij staat er weer. Moet hij wel even tevoorschijn komen. Nee. Kom deze kant op lopen. Come on. Oh, die captain komt heel dichtbij nu. Ik ga hier staan. Come on. Show yourself. Nee, ren nou niet naar links. Oké, wacht. Ik kan hem bijna zien. Wow. Oh shit, ik gooi ineens iets. Oh my god, die captain staat zo dichtbij. Kan ik hem al... Nee, nog steeds niet. Dang it. Oh, daar staat er ook één. Deze duurt misschien. Yes! Ik had hem. Got him, boys. Oké. Bagaboek de biter. Alright. Hunters. Bagaboek is getting too far away. Hoezo? Ik ben nog niet eens heen gelopen. Waar is hij dan? Dit is niet Bagaboek, toch? Nee, dat is Akkot. Waar is Bagaboek? Oh, daar. Oh my god. Ik dacht ze naast elkaar liepen, maar Bagaboek zit daar beneden. God. Oké, ik moet zorgen dat Akkot mij niet ziet. Echt waar. Oké, daar komt hij. Kom. Oké, kom. Kom. Oh. Oké, ik heb hem. Oké, hij heeft goed taal gebruikt in ieder geval. Nu moet ik ervoor zorgen dat hij mij... Dat hij niet andere mensen roept in ieder geval. There we go. Execution erachteraan. Hoppakeetje. Nog een stun. Stun die man. Oh, daar komt iemand anders bij. Fuck off. Fuck off, ik zweer het je. Ik moet stunnen. Yes, oké, hit hem. Doe de combo. Yes, execution. Nice. 1 hit en hij is neer. Hit hem. Nee, niet hem. Hit hem. In het hoekje. Hier. Ja. Oh, nu moet ik de execution doen. Oké, komt ie. X, Y, B, A. X, got hem. Die is neer. Die, zo. Die is neer. Oh. Ik ging even met mezelf praten welke... Waar de knopjes precies zaten, want ik weet het nog steeds niet. Rem maar weg, jongens. Rem maar weg. There we go. Oh my god, eerste keer dat ik deze missie voltooid heb. Holy shit. The Dark Monument, now available. We hebben een nieuwe main missie gekregen, jongens. Eindelijk. Eindelijk heb ik de 4 Warchiefs neer. Objective complete. Warchiefs eliminated. Holy shit, dat duurde lang gek. Hoeveel episodes heb ik daarover gedaan, jongens? Echt veel, toch? Echt veel. We kunnen nu eindelijk verder in de storyline. Holy shit. En dat is de storyline. Waar zit die? Geel. Hier zo. Helemaal hier. Wat? Deze weer? Destroy the Gorthar to draw forth the Black Captains. The Black Captains. Oh, is dat nieuw? Oké, we kunnen hierheen fast travelen. Dat is heel dichtbij. The Black Captains. Is dat nog iets hoger dan de Warchiefs of zo? I don't know, jongens. Ik ben nog nooit zo ver in de game geweest. We gaan het zien. Akkof the Runt escaped? Hoezo hij escaped? Ik ben escaped. Pardon? I don't know. Woop. There we go. Jongens, Black Captains. I don't know, want als je naar Sauron's Army gaat... Kijk, er staat niks meer achter. Ja, er staat een heel leger achter de Warchiefs, maar... Black Captains? I don't know. We zullen het zo ontdekken, denk ik. Oh, ik ben nu wel een beetje benieuwd. Want ik ben nog nooit zo ver geweest, zoals ik al zei. Dus het wordt allemaal nieuw. Nu, vanaf nu is alles nieuw voor mij ook. En voor de meeste van jullie, denk ik ook. Destroy the Gorthar to draw forth the Black Captains. Alright, krijgen we een filmpje? Ik heb lang geen filmpje gehad. Yes, eindelijk weer een filmpje. Okay. Daar heb je haar weer. We hadden haar gered. Zij is echt klein, jongen. Ik denk dat zij zijn vrouw is of zo. Zijn vrouw. Niet mijn vrouw. Mijn vrouw is dood. Zo. Dat konden jullie denk ik horen. Your only concern
did I. Come on, let's go before I change my mind. Oké, dus dat gaat ons wel helpen. Oké. Hopelijk wordt dit niet weer zo'n saaie missie zoals dat kruiden verzamelen wat ik toen moest doen. God, please, niet weer. Want die begon ook zo. Strike waar? Ik loop niet trouwens. Magic. Wat? Ik sta niet op te letten wat hij zei. Let's move. Ik liep de hele tijd al. I follow you, bruh. Where do we go? We gaan hierop. Ik ben eerder dan jij. Zie? Ik denk dat we daarheen moeten. Daar zitten heel veel barrels. Met explosives, lijkt mij. Oh, gek. Hergon is taking damage. Gast, het was één ghoul. Big deal. Waarom tilt mijn beeld zo? Waarom tilde mijn beeld zo? En mijn controller ook. Uh-oh. Wat gaat gebeuren? Ga je niet naar links hier? Oh. Wat moet ik doen? Clear the area and secure the Grog card. Clear the area. Oh, ik moet ze gewoon killen. Oké, kom maar hier. Kom maar hier. Attract. Ik doe attract, jongens. Kom hier. Kom. Come on. Wat? Ik zat serieus te wachten tot ik stealth kill kon doen. En nu... Nou, oké. Doe ik het wel zo. Dat is ook no problem. En jij hebt de schild. Oh, shit. Ik bedoel... Shit, wat was die ability ook alweer? Goddammit. Ik klim al gewoon over je heen. Dan ben je ook gestunt. En je hoofd is weg. Leaving mission area. Ik sta serieus op de rand. Ik verlaat helemaal niks. Doe rustig, joh. Waar staat deze dan? Huh? Hier staat... Oh, daar. There we go. Je hebt niks gezien. Hoppakeetje. Next. Daar. Oké. Okay. Hoppakee. Next. Ja, ik ben nog niet klaar. Clear the area, zeg je. There we... Ik ga die Caligor niet loslaten, jongens. Dat lijkt me geen slim plan, want straks ga ik dood daardoor. Ga eens even stilstaan. Oh my god. There we go. Jesus. Oké, okay, any more? Kom op, jongens. Kom gewoon naar beneden. Ik vind dit gewoon veel... Veel handiger en sneller om het zo te doen. Oh, wat? Ik zag hem helemaal niet staan. Oh, dat is een berserker. Maar I don't care. Want zijn hoofd is ook weg. Easy. Oh, Hergon, wat doe je? Laat mij dit nou doen. Hergon, je bent noob. Laat mij het doen. Hoppakeetje. Zie? Ik moet er nog één. Die zit hier. Waar zit die laatste? Waar zit die laatste? Moet ik die Caligor weghalen? Really? Hergon is taking damage. Van wat? Oh, hij wordt beschoten. Door wie? Door... Oh, jeetje. Laf hoor, een beetje daarboven staan. There we go. Follow Hergon. Yes. Jij blijft lekker vastzitten. Dankjewel. Je hebt helemaal niks gedaan. De kaart. Die staat nog daar. Oh, hun gaan het doen. Ik loop weer niet trouwens. Waar komen die mannen ineens vandaan dan? Evil corrodes. I don't know. This decay. Gondor must not fall prey to the shadow. Damn. Waar gaan we heen? Ik loop niet trouwens, jongens. I don't know. Let's move. Oh, nu moet ik wel weer lopen. Oké. Okay. Waar gaan we heen, Hergon? Ik heb niet helemaal meegekregen wat we nou met die car moesten doen. Kan iemand mij vertellen? Jongens. Kom er zo wel achter, denk ik. Waar gaan we heen? Hergon. Waarom liggen hier allemaal dode mensen? Ik ben hier niet geweest. Something hides in the dark. Wat? Ghouls? Oh god. Gaan we weer. Ik heb jullie al zo vaak allemaal verslagen, jongens. Allemaal. Zo vaak al. Zie? Ik doe het zo weer. Op donderen. Hergon is taking damage. Het zijn ghouls, Hergon. Please. Was dat het? En er liggen allemaal dode orks. Come on, dat zijn wel ghouls, man. Easy, toch? Het is zo easy. Oké, okay, als je even een momentje hebt, ik ga even healen. Ik moet even healen. There we go. Wat zei hij? Wat? Wat is mijn missie?
Oh hier. Eliminate the camp to clear the grogs. Oké. Okay. Alright. No big problem. We pakken deze dude. There we go. Oh. Even anders doen. Ik moet even over hem heen klimmen. Hoppakeetje. Niet in het vuur staan. There we go. Jongens, die ability is zo overpowered. Oh, ik heb geen elf shots meer. Laat ik dat even veranderen. Hoppakeetje. Thanks voor je elf shots. En je bent al dood. Even deze toren clearen. Ik zei toren, ik weet niet waarom. Hallo, ik sta echt onder je. Ik kan me niet omhoog trekken. There we go. What's up? Geen idee of hij me zag, maar het is nu te laat. Want je bent neer. Hier beneden staan er nog een paar. Heergon is taking damage, alweer. Heergon, wat ben je toch een amateur ook? Jezus, wat een amateur. Hier, execution. Ik kan echt niet wachten trouwens dat ik die... Oh, er zit een ghoul. Oh, er zitten allemaal ghouls hier. Oh, er zitten heel veel ghouls hier. Can you get out of my face? Yo, ghouls? Zijn jullie met mij of tegen mij? Please. Oh, niet... Oh, ik sloeg Heergon volgens mij. Ik wou hem execute trouwens. Ik kan niet door dat hij dat was. Gast, staat er weer eentje hoor. There we go. Weer overal een Karagor, hè? Ik ga die niet loslaten. Dat gaat veel langer duren. Oh, ik kan een ability unlocken. Oeh, ga ik daar nu naar kijken of niet? Lethal Shadow Strike. Deze is wel sick, trouwens. Dan kun je erheen lopen en dan is die meteen neer. Oh man, die is zo goed. Die is zo goed. Bij de livestream kreeg ik altijd tips wat ik moest doen. Swift Finisher. Nee, dat is niet handig. Oh, ik denk dat ik deze ga doen. Lethal Shadow Strike. We gaan hem zo uitproberen. Dus left trigger en X. Oké. Oké. Waarom niet? Let's go. Ik zal hem zo laten zien, jongens, hoe dat werkt. Als ik weet hoe het werkt. Als het goed is wel. We moeten weer... Moet ik lopen? Oh, ik hoef weer niet te lopen. Oké. Ik denk dat we allemaal van die kampjes moeten gaan clearen of zo. Maar wat die car... Ik heb nog steeds geen idee. We zullen het zien. Ik denk dat we nog een paar kampjes moeten doen of zo. Moeten we alleen maar kampjes gaan clearen? Heergon? Praat. Heergon? Oh, hier is weer een kamp, of niet? Achter deze toren van mij. Volgens mij wel. Laat me gewoon zelf lopen, oké? Okay? God. Stay close. Ik loop nog helemaal niet weg, joh. Wow, wat gebeurt er? Holy shit. Ah, oké. Okay. De ghouls vallen aan. De ghouls helpen ons. Kijk. Het is gewoon die ziek grote Uruk-huis tegen kleine ghouls. God. Hoe kun je dat verliezen überhaupt? Ik snap het niet. Oh, we zitten serieus in het stronghold nu. Oké, nu moet ik wel een beetje afpassen. Oké. Waar gaan we heen? We lopen recht door een stronghold heen, man. Hier is een ghoul. Hoppakee, rustig. Heergon, ga maar. Ik had hem al. Heel stoer zijn zwaar trekken, terwijl ik hem al lang neer had. Echt één schrammetje gewoon gedaan en die ghoul zal neer. Ja, wat hoor ik? Dat is dus de hele tijd op trilt. Wat? Wat is op ons? Oh, ghouls. Oké, dan gaan we weer. Ik zag hier ook vandaan komen, toch? No problem, het zijn maar ghouls. Big deal. There we go. Weet je wat? Ik schiet ook gewoon eentje neer. Oh nee. Dat is een beetje zonde eigenlijk. Eigenlijk werkte mijn boog gewoon niet. Daarom deed ik het niet. Heergon, ben je klaar? Oh my god, Heergon. Hey, kom al. Kom al. Amateur. Kijk. There we go. Zo moeilijk is het toch niet, man? Hoppakee. Hoeveel damage heb je genomen? Oh man. Jongens, Heergon is een amateur. Breaking news. Hier zit weer een Karagor trouwens. Oh. Oh, daar komt de car. Secure the area. Welke area? Geef me die elf shots. Nice. Weer een Karagor, hè? Secure the area. The next outpost will be the largest. Oh, dit wordt een grote outpost. Gast, dit is geen big deal voor mij. Ik zweer het. Mag ik die Shadow Strike uitproberen? Something is amiss. It's too quiet. Er komen straks 10.000 ghouls. Die liggen allemaal dooi op de grond. Wat verwacht je? Daar is een Karagor. Ja. Oh! Ik gooide iets naar de Karagor toe. Verkeerde knop. Wat gebeurt er?
Oh, daar komen ze weer hoor. Stinkende ghouls, stinkende ghouls. There we go. Oh, daar kan ik hoor. Wat? Ik drukte net zo hard op A. Het beest rijdt volledig over me heen. Gast, ik druk op A. Fuck deze Karagor, man. Ik zweer het hier. Neem hem in het hoofd. There we go. Jesus. Kijk, daarom laat ik ze niet los, jongens. Jij moet ook op donderen. Ik ga bijna neer. Kan ik healen ergens? Hier zit een plant, toch? Plant, plant, plant. Ja, hier. Restore health. Holy shit. God. Wat sta je hier nou te doen? Naast de kooi. Wacht, welke... Waar kwam die andere Karagor dan vandaan? Ik dacht dat het die was. Oh, we gaan naar het standbeeld van hem. Oké. Okay. Jongens, jullie hebben een lange episode vandaag. Hey. Dat verdient wel een like, toch? Hey. Ik zie hem. Ik vind het een mooi monument, hoor. Oh. We gaan het vernietigen. Oh, zit een explosive in de kart? Oh. Natuurlijk kan ik dat doen. Eliminate the guards. Ach, wat denk je nou? There, oh shit, ik wou eigenlijk laten zien hoe je... Wacht. Oké, jongens, zien jullie die? Doe je zo. En dan Shadowstrike kill. Hoppakee. Zie hoe fucking overpowered dat is? En ik ben ook gewoon gelijk geteleporteerd. Het is toch... Hoe ziek. We moeten 17 Uruk-hais killen trouwens. No prop. Oké, gaat hij weer jongens. Ready? We gaan er recht in. Die man. Waarom kan ik het niet doen? Oh, ik heb geen focus meer. Daarom zeker. Nou, oh, ik mag het niet doen. What the fuck? Please? Oh, wacht. Ik moet 11 shots hebben of zo. Hier zitten 11 shots. Oké, wacht. There we go. Get out of my face. Als er maar geen captains tussen zitten, want daar heb ik geen zin in. Maar dat zit vast wel goed. Hoppakeetje, die is neer. Oh. Execution. Iemand, execution. There we go. Schoch. Dat was het nieuwe. Volgens mij, hoe hoger je levelt, hoe... Dan krijg je ook nieuwe executions erbij, volgens mij. Dacht ik. There we go. Deze ken ik wel, denk ik. Ja, die ken ik al. Alleen jij leeft nog. Nope. Niet voor lang. Ik tackle hem en hij gaat neer. Oh my god. Hoppakee, jongens. Dat is zo OP, ik zweer het. Waar rennen jullie heen? Ik sta hier. Oh, dit zijn mijn mannen. Oh, ik sta mijn mannen te slaan. Jongens, ik zou dit fixen, toch? God, laat dit over aan mij. Oh, ik kan het weer niet doen. Je moet focus hebben om dat dingen te doen. Oh! There we go. Oh, shit. Combootje. Combootje. Yes. Execution. Ook nog. Deze ken ik ook al, volgens mij. Oh, jou ook even killen. There we go. Haal hem neer op de grond. Zo. Nog 3. Hier staat er nog 1. Oh, hier staan ze alle 3, volgens mij. Wat ben je aan het doen, man? Get out of my face. Dat mijn mannen nog niet dood zijn gegaan. Waar is de laatste? Waar is de laatste? Hier bovenop? Oh, daar staat hij. Wat? Ik heb geen... Oh my god. Kan ik focus krijgen, please? Waarom kan ik het niet doen? Moet ik daar echt 11 shots voor hebben? Man, ik... Oh, wacht. Oké, never mind. Huh, ik ga het wel stoer doen natuurlijk. There we go. Oh, filmpje. Oh, nice. Zo. Ja, daar moeten die explosieven wel in zitten. Defend the Grog card. Oh my god. Dit zou nog wel eens moeilijk kunnen worden, jongens. There we go. Oh, ik heb geen... Heb ik nu al geen 11 shots meer? Maar ik had ze net pas opgepakt. Dat is vaag. Hoe kan dat zo snel opgaan dan, jongens? Want dat vind ik wel een beetje vaag. Kom hier met execution. There we go. There we go. Wij maar gewoon door, jongens. I got this. Niks aan de hand. Alleen archers kunnen irritant zijn hierbij, denk ik. Maar ach, joh.
Die haal ik ook zo neer. Jongens, hou vol. Hou vol, mijn jongens. Wow. Ik trapte hem met vuur in. Oh, dat was sick. Nice. Oh, ik stik hem in zijn arm. En we krijgen weer een filmpje. Oh, heb ik het verpest? Wat? Wat? Wat is RB? Oh, dan duw ik hem. Oké. Waar zit hij? Hoe moet ik hem killen dan? Oh, collect 11 shots. Got it. Stop eens met schieten. Waar zit die andere? Stop eens met schieten. Stop. There we go. Push the grog card. Got it. Oh, niet exploderen, please. Jongens, help. Ze gooien op me. Duwen. Duw. Oh, hij heeft bijna geen levens meer. Lekker jongens, jullie zijn goed bezig. Oh my god, dit gaat lang duren. Ik ben nog lang niet. Alweer archers. God. Archers zijn zo naar, jongens. Terwijl ik zelf ook zit te schieten natuurlijk, maar... jullie snappen wat ik bedoel. Daar zit er weer één. Wat? Hier zit er weer één. Hier zit er weer één. Oh, die is dichtbij. Oké, push. Come on. Oh, please, laat me dit niet overnieuw doen. Oh, hij staat heel erg in de fik nu. Come on, deal. Wel, ik moet weer archers doen. Oh, filmpje. Hehe. Duw het! Oké, loop weg. Oh, het blijft maar gewoon staan. Wow. Holy shit. Oh, daar gaat zijn standbeeld. Oh. Oh, dat hoofd is groot. Wat? Kijk hoe groot dat hoofd was. We did it. Toch? Het staat niet meer. Right. Ik wil het niet skippen. Denk bijna per ongeluk. Oké. Is dat wat je ze zei? Men need hoop. Ik heb ze gewoon wat ze vroegen. Wat is nou aan de hand? Wat zit ze nou chagrijnig te doen? We hebben net een dik groot standbeeld neergehaald. We did it, toch? Wat hebben we? Mission complete. Oké, wat is de next mission? The Black Captain. Oh. Dat is een nieuw icoontje op de map die ik nog nooit heb gezien. Waar zit dat ding? Helemaal hier. Wat is dit voor icoontje? The Gorthar has fallen and the Black Captains have answered your challenge. Wow. Oké, dat klinkt cool. Ik ga hem selecteren. En jongens, dat gaan we natuurlijk in de volgende episode doen. Ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Hij is bijna 30 minuten lang. Dus jongens, doe even een dikke like erop. Dat zal ik heel erg waarderen. Vergeet me niet te volgen op Twitter en Instagram. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een nieuwe video. Jongens, nogmaals bedankt voor het kijken. En ik check jullie later.